DM Podcast, aka Daily Minutes, number 1614, with today's podcast, 6 May 2019. This is our bulletin for Monday, and it's in Dutch. Vandaag twee series, eentje over zelfbouw en eentje over de historie van onze hobby. Die laatste serie, die deels over morsetelegrafie gaat, herhaal ik naar aanleiding van enkele verzoeken daartoe. Ik vind het zelf ook leuk om hem terug te luisteren. Er is ook weer data vandaag in de vorm van een foto in MFSK 128 bij 1500 hertz. 1500 hertz is iets minder groot dan de vorige keer, maar het scheelt niet zoveel, geloof ik. Vandaag het begin van de eerder aangekondigde serie over het begin en het vervolg van onze zendhobby. Waar komt die rare hobby van ons toch vandaan en hoe en wanneer is het begonnen? Kortom, deel 1 van een serie over de geschiedenis van onze amateurhobby. Onze hobby begint in feite direct nadat radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem werden gebruikt. Er bestonden toen al een halve eeuw telegrafienetwerken, dus via draden. En gebruik van telefoonnetwerken kwam net op voor de eeuwwisseling van het jaar 1900. Heinrich Rudolf Hertz ontdekte de radiogolven in 1888. 2 jaar later was het Marconi die radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem gebruikte. De voorloper van het zendamateurisme waren waarschijnlijk hobbyisten die in de jaren 90 van de 19e eeuw eigen telegrafienetwerken via draden opzetten. Niet voor commerciële doelen, maar uitsluitend voor gebruik door meer dan 2 amateurs. Na het succes van Marconi en zijn radioverbinding begonnen meer mensen, ook particulieren, met deze uitvinding te experimenteren. Veel informatie was er destijds niet en zelfs de term radio was nog niet eens in gebruik. Men sprak van een hertziaanse golf. Rond 1900 kwamen de eerste amateurtijdschriften op, zoals het blad Amateur Work uit 1901, die al een simpel zend- en ontvangsysteem voor radiogolven beschreef. In 1904 waren er 2 middelbare scholieren uit Boston die de kranten haalden doordat ze een zender en een ontvanger wisten te bouwen waarmee ze een afstand van 12 kilometer wisten te overbruggen. De eerste commercieel gemaakte amateurzendontvanger voor telegrafie die kwam beschikbaar in het jaar 1905. Ja, meer in deel 2 van deze serie over de historie van de zendamateur. Ja, en deel 2 van de historie over onze hobby begint waar deel 1 eindigde. De eerste commercieel verkrijgbare amateur-zender-ontvanger combinatie. Er is niet veel meer over bekend dan dat het een losse zender en ontvanger voor telegrafie was. En dat hij te koop was in de VS in 1906. Doelgroep waren amateurs en experimenteerders. De eerste radioamateurclub ontstond in 1908 aan de Universiteit van Columbia, waar studenten de Wireless Telegraph Club of Columbia University vormden. De eerste amateurvereniging bestaat nog steeds en heet tegenwoordig de Columbia University Amateur Radio Club. De eerste landelijke amateurvereniging ontstond in 1910 in Australië, de Wireless Institute of Australia of WIA. Ook die bestaat nog steeds. Regelmatig zijn in de Daily Minutes delen van de uitzending van de verenigingszender van die WIA te horen. Vanaf 1910 ontstond er een ware wildgroei aan amateurinitiatieven en activiteiten, zodanig dat er problemen ontstonden door onbedoelde of bedoelde storingen aan de uitzendingen die door militairen en door bedrijven werden gedaan, veroorzaakt door die amateuractiviteiten. Er werd gesproken van een hoos of een rage. Er was in die tijd overigens nog niets geregeld, net als de eerste auto's vaak ongelukken kregen of veroorzaakten door het compleet ontbreken van verkeersregels, veroorzaakte het gebrek aan regels in de ether ook daar bedrijfsongevallen. Een andere belangrijke oorzaak van de storingen door amateurs was dat er door amateurs op grote schaal nog vonkzenders werden gebruikt, waarvoor de term breedbandig een geweldig eufemisme is. Het zinken van de Titanic had vervolgens grote gevolgen, los van de tragedie die deze ramp natuurlijk ook was. Het zinken van de Titanic wordt door velen gezien als de directe aanleiding voor het ontstaan van amateurvergunningen. In datzelfde jaar dat de Titanic zonk, in 1912, nam het congres in de Verenigde Staten na die ramp een wet aan, de Radio Act of 1912, die aan amateurs verbood om op golflengtes langer dan 200 meter uit te zenden. 200 meter is gelijk aan 1500 kHz, tegenwoordig bovenaan de huidige middengolf. De reden hiervan was dat alle frequenties boven 1500 kHz in 1912 als waardeloos of op zijn minst commercieel waardeloos werden beschouwd. Het gevolg van de invoering van deze nieuwe wet was dat meteen daarna het aantal amateurs die met zenders experimenteerden in de VS met 88% daalde.
De meeste andere landen volgden de VS met deze regel en in 1930 werd de International Convention for the Safety of Life at Sea gehouden. De internationale conferentie voor de veiligheid van het leven op zee. Hier werd onder andere besloten tot een internationaal verdrag waarin het verplicht werd dat de radioapparatuur aan boord van schepen 24 uur zou worden bemand. Adequate hulp bij de Titanic bleef onder andere uit doordat een schip dat niet ver uit de buurt van de Titanic lag de noodsignalen niet opvolgde omdat de marconist aan boord van het schip was gaan slapen. Overigens was voor 1912 de telegrafieapparatuur aan boord van sommige schepen daar alleen uit commerciële motieven. Die apparatuur stond ook alleen aan boord van sommige schepen. En in het geval van een schip als de Titanic was dat voor gebruik van de rijke passagiers aan boord. Het verhaal gaat dat toen het schip al zonk, sommige passagiers nog eisten dat hun berichten volgingen op de noodsignalen van het schip. Ik realiseer me trouwens dat ik zo pas in het verhaal ergens 1930 zei. Dat moet 1913 zijn. Dit is deel 7 van de serie over zelfbouw. Ik wil deze keer eerst beginnen met iets over deze serie zelfbouw te vertellen. Wat Misha vanochtend heel terecht opmerkte is dat ik niet alles vertelde, CQ, misschien wat te kort door de bocht ging, door te stellen dat de versterking van een transistor voor gelijkstroom hetzelfde is als voor wisselstroom. Een transistor is een ingewikkeld ding en wisselstroom en een transistor liggen elkaar doorgaans niet heel goed. Het is een ongemakkelijk huwelijk, maar wel een huwelijk dat werkt en dat al heel lang stand houdt. Met name voor de hogere frequenties zijn transistoren een ingewikkeld samenspel van impedantie en verschillende reactanties die bovendien met de frequentie sterk verschillen. Hoe anders is dat bij buizen? Bij de specificaties van buizen wordt gesproken van de steilheid van een buis. En inderdaad, een flink deel van de versterkingskarakteristiek vormt een behoorlijk rechte lijn bij buizen die diagonaal over de grafiek van de versterking van die buis loopt en dat zonder dat de lijn slingert. Bij transistoren wordt nooit over steilheid gesproken. Dat zegt denk ik voldoende. FETs lijken overigens meer op buizen, maar dat terzijde. Transistortypen die je als eerste versterker gebruikt voor een ontvanger op bijvoorbeeld 70 of 144 MHz of hoger, die hebben in het ene geval bij een capacitieve misaanpassing de grootste gevoeligheid en bij een andere frequentie is dat dan weer een inductieve afwijking. Ook deze stelling is alweer een vereenvoudiging, want in feite bedoel ik hier niet de gevoeligheid, maar het ruisgetal. Dit is wat ik in deze serie vaak zal doen. Ik vertel je alleen de dingen die je nodig hebt om te doorgronden waarom je in een schakeling bepaalde keuzen maakt. En dat vertel ik je vooral om je te laten zien dat je sommige aanpassingen in een schema kunt doen en andere toch beter weer van niet. Iets anders is dat ik deze serie niet maak om je voor het examen klaar te stomen. Er zijn in deze hobby genoeg plekken waar je daarvoor terecht kunt. Het is tegelijkertijd echter wel zo dat je door meer inzicht en begrip waarschijnlijk ook een paar zaken voor het centexamen beter zult doorzien. Deze serie is echter primair bedoeld om wat van het aloude enthousiasme voor het zelfbouwen terug te halen. Mensen te laten zien dat je met heel weinig inspanningen dingen kunt maken die je in de vorm waarin je ze misschien wilt hebben helemaal niet kunt kopen. Waarom zou je genoegen nemen met het geluid van een microfoonversterker zoals een fabrikant in een totaal andere cultuur dan die van ons die het best vindt klinken? In andere talen wordt een stem vaak heel anders gebruikt dan bij ons het geval is en wat je koopt is vaak een grote gemene deler. Een apparaat moet liefst in een heel werelddeel of nog beter over de gehele wereld acceptabel klinken. Dat is toch een compromis. Je kunt de waarheid van deze stelling zien aan de eerste voor amateurgebruik geschikte VHF en UHF apparaten die vanuit China hierheen kwamen. Ze waren ons heus niet vergeten, nou ja, ons werelddeel dan. Er zat een Engelse handleiding bij en de mevrouw uit de speaker, die af en toe ook zei dat ze overtuigd was, die sprak een soort Engels waar wij goed mee uit de voeten kunnen. Alleen de modulatie van die eerste apparaatjes, die was verschrikkelijk dof. Dat was geen technische fout. Bij Aziatische talen neemt de verstaanbaarheid van de communicatie namelijk flink toe als het geluid donkerder wordt. Wat ze in die tijd in China nooit aan gedacht hadden, was dat het met de verstaanbaarheid voor nagenoeg alle niet-Aziatische talen precies andersom is. Wij kunnen juist met veel hoge tonen de dingen meestal beter verstaan. Ze hebben die vergissing overigens snel ingezien. De meeste Chinese apparaten die naar Europa en de andere werelddelen gaan, die hebben tegenwoordig een kristalhelder geluid. Je hebt alleen pech als je er eentje koopt die eigenlijk voor de interne Chinese markt bedoeld was. Die klinkt dan namelijk nog net zo dof als de eerste apparaten die destijds hierin kwamen. We waren gebleven bij de transistor gisteren, waarbij in het voorbeeld van een denkbeeldig transistortype de vrij kleine stroom die de basis inging 100 maal zo sterk van collector naar emitter ging lopen. We komen nu bij een tamelijk onsympathieke eigenschap van transistoren. Transistoren reageren tamelijk snel op temperatuurverschillen en dat ook nog op een onaangename manier. Het blijkt namelijk dat die factor 100 uit het voorbeeld ineens flink toeneemt als de transistor slechts een klein beetje warmer wordt. Dat kan vrij snel uit de hand lopen, want hij gaat namelijk niet alleen meer versterken als hij warmer wordt.
Als hij meer gaat versterken, als hij warmer wordt, dan gaat er bijgevolg ook meer stroom lopen. En als er meer stroom loopt, dan wordt hij dus nog weer warmer. Waardoor dus de versterking nog meer toeneemt en de stroom en de temperatuur, etc. Je snapt het al, de gemiddelde transistor, ik zal het maar gewoon zeggen, die heeft vrij letterlijk zelfmoordneigingen. Tenzij je daar wat aan doet. Ik snap al die oude buizengabbers wel hoor, een buis loopt niet zomaar weg. Ik bedoel, een buis loopt niet snel uit zijn instellingen weg. En als het toch gebeurt, kun je lang van tevoren zien dat het misgaat. En het gaat niet mis, niet bij buizen. Gelukkig kun je er bij die transistoren wel wat aan doen. Door een transistor bijvoorbeeld voor gelijkstroom een tegenkoppeling te geven. Dat is wat bij de meeste versterkertransistoren standaard dus gebeurt. Een tegenkoppeling die is niet zo ingewikkeld te begrijpen. Het tegenovergestelde van een tegenkoppeling is een meekoppeling. En die kennen we allemaal wel. Het rondzingen van een geluidsversterker is een meekoppeling. Bij een meekoppeling wordt het geluid alsmaar meer versterkt doordat het steeds vaker rondgaat tussen microfoon, versterker en speaker. In al die keren versterking wordt een kleine resonantie in de keten telkens extra versterkt en dus steeds groter. En uiteindelijk resulteert dat in een pieptoon. Als je dit hetzelfde doet, maar dan in tegenfase, dan wordt de versterking juist kleiner. Op een gegeven moment treedt dan ook een evenwicht tussen alle grootheden in. We willen die tegenkoppeling echter alleen maar voor gelijkstroom, want we willen natuurlijk de wisselstroom wel blijven versterken. Als je dat bereikt, die tegenkoppeling, dan wordt met een toename van de stroom, bij warmer worden, de stroom niet telkens groter, maar juist kleiner. En dan stabiliseert de stroom bij veranderende temperatuur telkens op een acceptabele waarde. Overigens heeft het bij veel toepassingen ook nut om voor de wisselstroom ook een klein beetje tegenkoppeling in stand te houden. Hoe meer tegenkoppeling namelijk, hoe minder vervorming dat er optreedt. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Abonneer je nu op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, /F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike.